bij Tiel aan tafel. Vandaag hebben we interessante gasten. Teus Verduin komt vertellen over Woodstock aan de Waal. Natuurlijk zijn mijn kritische vrienden er weer. En bij mij aan tafel zit nu Guusje Slachter. Het beste te omschrijven als multitalent, want Guusje zingt, speelt piano en heeft nu een boek geschreven. Ja. Guusje, eerst eventjes een klein beetje jouw achtergrond. Jij bent student. Wat voor studie doe jij? Ik doe Academy for Creative Industries en dat is in Tilburg. En dat heb je verschillende richtingen en ik doe dan de richting communicatie. Communicatie, dus je bent student, je bent hartstikke druk. Ja, en, maar leuk druk. Leuk druk. Ja, ik had laatst een artikel gelezen en daar stond in alleen cirkels hebben een druk. Dus dat is leuk. Ja, dat is leuk. Maar toen heb jij bedacht, tijdens al jouw drukke werkzaamheden, van ik ga een boek schrijven. Nou, zo ging het eigenlijk niet helemaal. Het was, in mijn tweede jaar heb je een opdracht dat je zelf op 1 vierkante meter moet presenteren. En dan moest je eerst een brandboek over jezelf gaan maken. Dus eigenlijk, hoe zou jij jezelf op 1 vierkante meter laten zien? En dat ging me eigenlijk aardig goed af. Want toen had ik ook een heel mooi cijfer te pakken. En alleen toen heel veel andere studenten hadden het best wel moeite mee. En toen vroeg de leraar van, goh Guus, kan je ze even op weg helpen? Dus wat heel veel mensen eigenlijk deden, is dat ze zichzelf als bedrijf gingen presenteren, niet als persoon. En toen gingen dus mensen helpen, gewoon ook vooral uit liefde en ook gewoon vrienden. En toen kwam ik achter van, ik ben steeds eigenlijk dezelfde vragen aan het stellen aan ze. En steeds dezelfde methode. En toen ging ik dus verder vragen. En toen waren er eigenlijk heel veel mensen die de vraag, wie ben ik, niet kunnen beantwoorden. Dus toen dacht ik, kan er niet een soort van tool gecreëerd worden, wat je gewoon thuis op de bank kan doen. Een handleiding. Precies, om jezelf eigenlijk uit te dagen om op een ander niveau over jezelf na te denken. En een keer naar jezelf te kijken, wie ben ik nou? En toen ontstond Dit ben ik. Ja, toen is het na een jaar lang met mensen gesproken te hebben, expertise interviews afgenomen te hebben, is het uiteindelijk een boekvorm geworden na de zomer. En uiteindelijk is het nu inderdaad, in maart is het een echt boek wat in de schappen staat. Maar met alle respect, dan ben je zo jong. En dan zie jij dus voor elkaar te krijgen om ook gewoon een uitgever te vinden. Ja. En die zegt van, hier heb ik zoveel vertrouwen in, hier gaan we voor. We gaan dit boek gewoon drukken. Ja, dat was eigenlijk na de zomer was het al. Toen had ik hoofdstuk 1 dus gemaakt en dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon naar een paar aantal uitgeverijen ga ik het opsturen en wie weet. En na 10 uitgeverijen opgestuurd te hebben en er was een weertransfer, dus dan zie je wie het downloadt en wie niet. Toen had 2 uitgeverijen het gedownload en eentje die zei van, kom ik hier langs. En dat was, ik woonde toen nog in Tilburg, maar mijn roots liggen natuurlijk een beetje in Tiel. En dat bedrijf kwam uit Tiel, dus ik dacht van, dat is grappig. En die zeiden gewoon toen ik daar langs kwam, ik ben toen meteen ben ik gegaan toen ze belden. Ik dacht van, oké, kom vanmiddag nog langs. En zeiden ze van, top, dit gaan we doen. Ja, nou dan val je toch bijna van je stoel. Niet? Ja, ik had dat toen wel bepaald. Maar ik realiseer het nog steeds niet. Ik denk pas als het boek eenmaal in mijn handen ligt, dat ik dan echt iets heb van, dan ga ik een avond en met wijn, ga ik gewoon op de bank zitten. En dan ga ik een bladzijde voor bladzijde. Oh, dit. Want ik had dus ook een interview met Jan-Paul Schulle. En die zei dus ook, toen zijn boek uitkwam, dat hij gewoon echt op de bank, bladzijde voor bladzijde, wow, dit is mijn boek. En ja, want dan heb je het in je hand, hè? Precies. En ik denk, ik kan het heel erg goed realiseren dat het inderdaad zo pas dan pas echt voelt. Als het echt, daar ligt. Ja. Nu heet het boek dus Dit ben ik. En je hebt net al een beetje beschreven waar het vandaan komt. Er staat een soort van oefening eigenlijk in, hè? Het is een doeboek. Ja, het is echt een doeboek. Het is dus, het zijn vragen, illustraties en korte verhaaltjes met quotes die we eigenlijk ook moeten inspireren om op een ander niveau over jezelf na te denken. Maar de opdrachten die moeten jou eigenlijk ertoe dwingen om op een ander niveau over jezelf na te denken. En dan gebruik ik een manier, het zijn 3 hoofdstukken. En elk hoofdstuk werkt met divergeren en convergeren. Dus dat je eerst heel breed gaat kijken en dan daarna ga je het weer proberen samen te vatten. En dat gaat 3 hoofdstukken, gebeurt dat zo. En dan uiteindelijk aan het eind van het boek moet er een soort van kern uitkomen. En dan weet je dus hoe jij in elkaar zit, wie jij bent. Ja, wie jij bent vind ik nog steeds een lastige vraag. Maar je hebt wel in ieder geval de rode draad van jezelf te pakken. Hoop ik in ieder geval. Weet je, niet iedereen zal dat boek afronden en zoiets denken van, zo, dit ben ik. Maar ik denk dat wel veel mensen geïnspireerd worden door de verhalen en illustraties om te kijken. Ja, om meer aan jezelf ook gewoon, niet te denken als in van, ik ben mezelf, maar gewoon meer te kijken van, wie ben ik nou, wat wil ik nou, in plaats van naar andere mensen altijd te wijzen. Gewoon eerst naar jezelf te kijken. Ja, kun je een oefening uit jouw boek
vertellen? Een voorbeeld? Ja, het gaat eigenlijk tot welke kleur spreekt jou het meest aan, tot en met vindt de overeenkomst tussen jou en een stoel. Vindt de overeenkomst tussen jou en een stoel? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Want dat, ja, ik gebruik het, ja, het is, als je de vraag zo stelt, ik zeg maar, what the fuck? Maar in mijn workshops gebruik ik, dan teken ik afbeeldingen en dan laat ik mensen hun aan de hand van die afbeelding, dus een kast, een stoel, een koffer, zich voorstellen. In plaats van dat jij bij een sollicitatie zit en je zegt van, nou, ik ben bijvoorbeeld 21 jaar, ik doe dat als studie. Weet je, dat kan je ook op Google vinden en de verschillende goede marketeer kan het ook vinden. Onderscheid je jezelf niet. Precies. Nee. En je onderscheidt jezelf juist als je bijvoorbeeld zegt, nou, door middel van een kast. Had ik een keer iemand en die zei van, ja, mijn deuren zijn altijd wagenwijd open. Ik ben heel stabiel. Ik hou ook wel een beetje van antiek. Maar ergens in die kast zit een heel klein laadje verborgen en dat hou ik graag voor mezelf. Hmm. Ja. Ja, dat is inderdaad mooier dan ik ben die en die en ik doe dat en dat. Precies. Ja, dus een stuk zelfkennis. Ja. Ja, eigenlijk de meerwaarde van jezelf, ja, om het mooi te zeggen, misschien wel te vinden wat jou uniek maakt. Van al die andere mensen. Want ik snap ook wel, we zijn met heel veel. En dan, dan kan je soms snel vergeten dat jij toch wel nog steeds een uniek iemand bent. Omdat, ja, aan de maatschappij word je vaak in hokjes geduwd. En is de overview, zeg maar, dan makkelijker. En het is dan algemeen bekend, om het maar zo dan te noemen. Maar dan kunnen mensen soms zichzelf meer als een nummertje voelen dan echt als een persoon. En ik wil mensen eigenlijk weer inspireren om juist weer terug naar je eigen uniekheid te gaan. Ja. En mensen te inspireren daarvoor. Ja, ja, prachtig. Ja. Het boek gaat uitkomen in maart. In maart, ja. En gaat het hier ook in Tiel te koop komen? Ik hoop het. Dat heb ik eigenlijk geen idee van. Dat zijn de uitgeverijen die het allemaal doet. Maar anders zeker dan, ja, het is ook gewoon op bol.com. En je kan het altijd gewoon bij iemand vragen. Van, goh, heb je dit in dit boek gezien? Ja, nou, ik vind het geweldig. Geweldig dat je ook zo over jou al nadenkt op zo'n jonge leeftijd. Ja. Dit ben ik. Ja. Guusje Slachter, vanaf maart, verkrijgbaar. Ja. Ja, geweldig. Heb je nog meer schrijfambities? Wil je nog door? Of eerst maar eens kijken wat er nu gebeurt? Ja, ik ben wel een beetje zo'n vlieger, hoor. Want ik heb iets van, oh, dan vind ik dat weer leuk. Dan vind ik dat wel leuk, weet je. Dus poef, alles leuk. Maar ja, ik heb geen idee. Ik ga eerst kijken hoe dit loopt. En ik heb allemaal ideeën van kinderboeken schrijven tot en met heel iets anders gaan lopen doen. En doorgaan in workshops tot en met, weet ik veel, een of andere documentaire maken. Ja, ik vind heel veel dingen leuk. Ja, ja. Jij gaat je voorlopig niet vervelen. Nee. Nee. Hey, dankjewel voor dit gesprek en heel veel succes met de release van je boek. Ja, dankjewel. Ik ben heel erg benieuwd hoe het natuurlijk gaat lopen. Ja. Okay, ja. Dankjewel. Ja. Bij mij aan tafel zit Teus Verduin en hij komt ons vertellen over Woodstock aan de Waal. De 6e editie gaat plaatsvinden. Teus, het is alweer de 6e, hè? De 6e, ja, 2011 begonnen. Ja, dat betekent toch wel wat, dat jullie al zoveel jaren daarmee bezig zijn. Ja, daar ben ik ook best wel een beetje trots op. Ja, we gaan voorlopig door tot 2019, dat is precies 50 jaar na het Woodstock in Woodstock? 1969. Dan denk ik dat ik ook ga stoppen. Maar dat, dat moet er een enorme knaller worden. Maar voorlopig 24, 25 en 26 juni aan de Waalkade heb ik ingediend bij de gemeente. Dus niet in de Kuil, maar net als vorig jaar aan de Waalkade tegen de rivier aan. Tegen de rivier aan. Ja. En wat gaan wij daar allemaal zien? Heel veel muziek uiteraard. Ook een braderie. Springkussen komt weer voor de kinderen. Vrijdagavond om 7 uur gaan we van start. Tot 12 uur is de planning muziek te maken. We kunnen een uitloop hebben tot 1 uur. Op zaterdag ook hele dag muziek uiteraard. Vanaf 1 uur tot 12 uur. Ook weer met een uur uitloop. En op zondag beginnen we ook om 1 uur. En dan loopt dat door tot 8 uur of 9 uur. Dat moeten we nog even bezien. Ja, echt een weekend helemaal vol met muziek. Veel muziek. Een beetje uit de 60's, hè, met name. Ja. Heb jij al bandjes gecontracteerd? Is er al iets bekend? Ik ben met één grote band ben ik rond. Dat is de band Masada. Die bestaat inmiddels ook al meer dan 40 jaar. Ja, dat is een hele oude naam. Ja. Echt een hele mooie band, ook mooie muziek. Hele ritmische muziek. Ja, daar ben ik trots op. En die gaan, we moeten de programmering nog definitief maken.
Maar die komen zaterdagavond rond een uur of acht, denk ik, dat ze op het podium gaan. Ja, en hoe kom je aan die andere bandjes? Is dat ook lokaal talent? Ja, wij hebben veel lokale bands, eigenlijk regionale bands. Zondag wordt, net als vorig jaar, de Betuwse dag. Dat betekent dat Betuwse muzikanten en bands die dag helemaal gaan vullen. En er zitten twee mannen in die in het muziekteam, die uiteindelijk de programmering maken. Maar die zijn ook actief op het podium. Ze zijn ook echt zelf muzikanten? Echt muzikanten. En die hebben nu het initiatief genomen om een Pink Floyd band neer te zetten. En die gaat Wing Floyd heten. En ze willen een Eagles coverband willen ze samenstellen. En daarnaast komen er gewoon heel veel andere muzikanten en bands uit de Betuwe. Ja, en is dat al afgesloten, die periode, dat mensen zich aan kunnen melden daarvoor? Of zullen ze zeggen, ik wil daar ook op het podium staan? Nou, tot 1 februari hebben ze zich aan kunnen melden via de website. Dan gaan we inventariseren hoeveel bands er zijn. Ik meen dat we nu bijna aan 60 aanmeldingen zitten. Oh, dat is niet kwaliteit, de kwaliteit moet goed zijn. Mochten we niet voldoende overhouden om goede kwaliteit neer te zetten, dan kunnen we eventueel de periode nog verlengen. En dit wordt allemaal door vrijwilligers gedaan, het is? We doen allemaal vrijwillig onze medewerking verlenen aan de stichting Match. Want ik was met die stichting toch veel meer dingen van plan in de stad. Maar ik heb het eigenlijk met Woodstock enorm druk. En ook met ons muziekcafé heb ik het erg druk. Ja, daar hebben jullie heel veel jam sessies, hè? Ja, heel veel muziek op het moment. Ja, gelukkig met toestemming van de gemeente hebben we nu de boel aan kunnen passen. Geluid dicht kunnen maken. En dat betekent dat ik buiten de muziekdagen om ook muziek mag maken. Ik mag 24 uur per dag muziek maken. Oh, dat is fantastisch als je dat rond hebt gekregen. Ja. Heerlijk, dat moet je als muziekmens natuurlijk goed doen. Ja. Ja, daar waard voor lopen knokken natuurlijk. Ja, uiteindelijk voor elkaar gekomen. Dat is heel goed om te horen. Die vrijwilligers, heb jij er genoeg? Of zijn er nog altijd mensen nodig? We kunnen eventueel best nog wel wat mensen gebruiken. Gewoon om de druk van de mensen wat minder te maken. Er zijn vrijwilligers die lopen van woensdag met de opbouw tot aan maandagavond zijn we meestal klaar. Ja, en die blijven ook overnachten. Die helpen met de opbouw, die helpen met Woodstock als we bezig zijn, die 3 dagen. En ook weer met afbreken. Ja. Die blijven ook slapen, die doen ook nachtwaken. En, nou, extra handjes zijn altijd welkom. Eigenlijk zijn er best wel mensen. Ja. Is er een website waar mensen kunnen kijken wat er allemaal gaat gebeuren bij jullie? Ja, heel simpel. www.woodstockaandewaal.nl. Dat kan niet missen. Ja. En mochten er inderdaad nog talenten zijn die zeggen, ik wil ook op dat podium. Nou, wellicht dat ze een poging kunnen wagen nog? Altijd een poging wagen, want niet geschoten is altijd mis. Voorlopig gaan we wel even met de aanmeldingen die binnen zijn aan de slag. En wie weet. Nou, het gaat een spektakel weer worden. Nog 1 keer de datum. 24, 25 en 26 juni. Oké. Nou, hopelijk met een mooi weertje erbij. Ja, net als afgelopen jaar. Ja. Fantastisch. Ja. Nou, en dan gaat het vast helemaal goed komen. Dankjewel voor je informatie. En dan is het nu tijd voor mijn kritische vrienden Berry van Buren en Adrie Meijer. Men klaagt, men roept van alles en men zegt van alles over de Nederlandse politici. Maar hoe betrouwbaar zijn deze mannen en vrouwen in ons? Ik vraag me af of ze dat zelf weten. Oh, hoe bedoel je? Nou, heel simpel. Als er vandaag iets gezegd wordt, dan krijg je morgen weer een ander verhaal van de andere kant. En de een geeft de ander de schuld dat het zo slecht gaat. Ja, je kan er heel kort in zijn. Hè? Dat, die hele Tweede Kamer die bestaat momenteel uit Pinocchio's. Ja, met zulke enorme lange neuzen. Die hebben ook het liegen uitgevonden met z'n allen. Onder aanvoering van een of andere idiote minister van Justitie. Die al diverse keren op het matje geroepen is, maar er nog steeds zit. En dat is een buitengewone slechte aangelegenheid voor Nederland. Want die geven natuurlijk doorlopend het verkeerde voorbeeld. Wat denk jij daarvan? Nou, ik denk dat als je dus het hele verhaal van bijvoorbeeld de commissie stiekem neemt,
Mm-hmm. Dat daar een kapitaal aan uitgegeven is om erachter te komen wie dat gelekt heeft. Ja. Zou wel een washandje geweest zijn. Ja, maar ja. Goed, de Tweede Kamer moest de Tweede Kamer gaan bezoeken. Ja, daar kan je natuurlijk ook van allerlei verhalen op loslaten. Als jij dit gedaan had bij een baas, dan was je onmiddellijk de deur uitgevlogen. Maar deze onverlaten, om het maar zo te noemen, die blijven gewoon zitten. En dat is een, kassa. Ik zeg het nog een keer, dit is een zo'n ongelofelijke achterlijke aangelegenheid, dat je daar eigenlijk van in lachen uit zou moeten barsten, zeg maar. Ja, maar we leven natuurlijk in een democratisch land, hè? Dit is allemaal gekozen, ministers. Democratisch land ben ik helemaal met je eens. Als iedereen naar de stembus zou gaan en op die mensen zou stemmen die hun het vertrouwen willen geven. Wat is momenteel het verhaal? De helft gaat praktisch niet. Ja, dat is intens triest. Dus heb je in feite ook niks te zeggen. Als je dan gaat kijken wat overal gebeurt, kijk maar naar Geldermalsen, Hees, noem alles maar op. Geen AZC. Maar dat zijn de mensen die ook niet gaan stemmen. Ja. Ga dan alsjeblieft stemmen, dan heb je recht van spreken. Ja, je hebt er ongelooflijk gelijk in. Maar het is natuurlijk ook wel zo dat die voorbeelden die ik net genoemd heb, nou ook niet bepaald garant staan dat mensen gaan stemmen. Want die denken, nou, we worden dus toch nooit gehoord. Want je had het net over een democratie. Dan moet jij mij eens vertellen hoe een echte democratie dan in elkaar zit. Nou, dan precies, ben ik benieuwd precies wat ik dus net zeg. Als iedereen moet, dan moet iedereen gaan stemmen. Ja, en dan heb je in feite allemaal wat te vertellen. Ja, maar je geeft geen voorbeeld aan mensen om te gaan stemmen. Die mensen denken, we blijven thuis, dan regent het. En dan blijven ze gewoon thuis, want dan denken ze, ja, waarom zou ik er naartoe gaan? Omdat ik nou eenmaal moet gaan stemmen. Zo zit het niet in elkaar. Nee, dat is... Als de dingen gebeuren die in Rusland vroeger, die hier gebeuren, dan had iedereen geroepen, hier, dat is nou het communisme, die achterlijke idioten daar. Ja, maar nou hebben we het zelf hier. En er is niemand die er wat van zegt. Nee, maar er is ook niemand die daar iets aan doen kan. Ja, natuurlijk is er wel wat aan te doen. Ja, maar dan moeten we als bevolking eens een keer de straat op gaan met z'n allen. Ja, het is natuurlijk... dan heb je een stel railschoppers die de spul weer verpesten. Ja, maar het is natuurlijk heel makkelijk om vanaf de zijlijn te gaan lopen roepen. En uiteindelijk ook zelf niet met oplossingen komen. Dat zijn die mensen komen. Die niet gaan stemmen. Die lopen. Dat weet ik niet. Er zullen heus wel mensen zijn die stemmen die ook een mening daarover. Het is natuurlijk wel frappant, hè? Als mensen in Geldermalsen thuis waren gebleven, dan was er nu een AZC van hoeveel? Ja, maar ik vraag me af of de mensen uit Geldermalsen die rotzooi getrapt hebben. Want het is altijd een vaste groep mensen die overal heen gaan om rellen te schoppen. Nee, oké, maar dat is weer een ander verhaal. Maar ik bedoel, daar was wel in dit geval geen sprake van, hè? Nee, dat zeggen ze. Ja. Maar dat zijn politici die dat zeggen. Ja. En daar hebben we het net over gehad. Ja. Absoluut onbetrouwbaar. Het is dus een heel simpel verhaal. We hadden het over de commissie stiekem in de regering. Je zou je eigenlijk afvragen of hier in Tiel ook zoiets zou bestaan. Want het piept en het kraakt hier toch ook aan alle kanten. Ja, nu je dit zegt, het piept en het kraakt. Dat is een buitengewone goede benaming voor bijvoorbeeld een nieuwe commissie. Die niet mag bestaan in feite. Het piept en het kraakt. Ja, naar de buitenkant. Het piept en het kraakt. Ja. Heel goed. Ja, nou goed. Het blijven Pinocchio's. Duidelijk, ik hoor Pinocchio's. We komen er niet echt uit. Hiermee is einde aan dit programma gekomen van Tien aan tafel. Graag tot volgende week.